Ja, dan werd je dus betaald door een Femke. Nou ja, je hebt toch scheid aan die maatregel, dus ik hoef die stok niet vast te houden. Pond bestaat 10 jaar. Onze wens... met volle kracht doorgaan. Doe eens even rustig, joh! Ah! Hou de mooiste omroep van Nederland online. Ah! Word lid. Vieze roze flikkers. Dag Femke. We hebben lang op jou gewacht. Er is een beetje ophef op dit moment. Kan ik je daar wat over vragen? Ik ga niet hierover... Nou ja, want je wil wel een belangrijk statement nu naar buiten brengen. Het was eerder een heel ander statement, dus... Ik ga zeker een statement naar buiten brengen, maar niet bij Pauwnieuws. Dus, maar je hebt maar dus wel... Komt, kijk vanavond gewoon naar een ander programma. Daar ga ik praten, maar niet bij Pauwnieuws. Want eerder heb je dus zeg maar een statement... Werd je betaald om... Femke, doe dat nou niet. Eerder werd je dus betaald door een Nou ja, je hebt toch scheid aan die maatregelen, dus ik hoef die stok niet vast te houden. Oké, okay. Maar ik blijf fatsoenlijk naar je. Femke. Hey, maar eerder werd je nog betaald door het RIVM voor een campagne. Ja, dat is niet duidelijk voor jou. En, Kun je dat laten? En dan, nu wil je niet eens een hele andere... Kun je dat gewoon laten? Wil je niet aan mij zitten? Nee, kan je ook even uit haar buurt blijven? Hey, Femke. Blijf even uit haar buurt? Je mag best... Ja, nee. Blijf gewoon uit haar buurt. En wie ben jij dan? Maar niet uit wie ik ben. Als ik informatie wil geven, dan doe ik dat niet bij jou. Nee, dat doe je er wel op Instagram, maar het is zo wispelturig en dat wil ik je vragen. Nee, maakt er niet uit. Als ze me niet wil praten, moet je haar gewoon laten, toch? Ja, maar ze werd wel redelijk agressief. Wie ben jij eigenlijk? Nee, maar niet Oh, je bent de kapper. Ja. Is niet netjes. Als ze niet wil praten, Femke was niet nodig. Als ze niet wil praten, moet jij gewoon met rust laten. Je bent een soort van bodyguard, of niet? Ja, soort van, ja. Ja. Is niet netjes. Nee. Zou je dat fijn vinden, als ze dat bij jou zou doen? Als ze niet wil praten, moet je gewoon met rust laten. Oh, ja, dat hoort er gewoon bij. Nou. Ja? Oké. Doei! Dag! Nee.